It feels funny, no speed running. Walking around in my clothes, they be bumming. Haven't been able to wash my clothes in weeks. Head's froggy, shit's foggy. When I speak, I start to tremble, I start to giggle at the funniest times. My focus is only on my rhymes. Is het muur open? Kan niet bijhouden, gaat snel voor. Ah, hold on. The first time I heard a kick and a snare, I just had a dance to it. I don't know, I had a certain romance to it, I knew it. I heard my first Jackson record when I was four, trying to break dance on the floor. I had the rhythm and the ego, but I knew there was more. I felt the music flow through my core, within a time I was sure that the way to success was for me to express. I see what this life had in store. What? It happened. Stay focused, cause everything around me seems to be bogus. I guess I'm high or something on my niet kunnen rappen is een hele nieuwe ding. Zeg maar gewoon, als ik zeg maar zo zou rappen, I really don't give a fuck, I got spit. Everybody comes to me, I got get. I don't really give a fuck, man, bringing ice and spit and all my shit's mad nice. Dan is het echt zo van, oh yeah, he got a speech impediment, we need to work with this guy. Ik vind Nederland zo'n beetje de doofste spot om te wonen in de wereld. En ik ben vet blij dat ik hier zit. En ik vind Nederland echt, ik vind echt de shit. En ik zou, iedereen zit ook nu heel erg op die tip van, oh mijn god, Nederland gaat naar de kloten. Terroristische Marokkanen rechts en Lonsdale-pappies dragen de shit links. Wow, pimp my ride to the fullest, jongen. Ah, ik get this one. Ja, en dit is mijn auto. Weet je, het rappen heeft me gewoon ja, echt wel verder geholpen, weet je, zoals je ziet. Dit is gewoon, dit is mijn auto, dit is één van mijn auto's, weet je. Ik zou zo de rest van mijn huis ook laten zien, kom even mee. Ja, ik vind Nederland echt de shit, man. Ik hoef echt nergens naartoe. Bijvoorbeeld als ik in Amerika had gezeten, had ik helemaal niks kunnen doen met dit rapding. Huh. Het is zelfs zo erg in Nederland, het is zeg maar, er hoeft zo weinig, het is zo zeg maar in zijn kinderschoenen, hip-hop in Nederland. Dat als je de eerste bent van iets, dan ben je gewoon, dan ben je het, zeg maar. Okay, weet je wel? Kom maar met mijn vibe of gewoon lekker doen alsof je iemand bent vanaf. Ja, ja, want je bent de eerste. Er is, zeg maar, er was nog niet een soort van Marokkaanse righteous papi. Dat was er gewoon nog niet. Zelf gaat het mijn huisbaas en zit zeker ik laat ben met de huur. Fuck dat. Ja, is wel mooi, perfect. Ik bedoel, Extinct was mad lang de man. Omdat, ja, er was ook nog niet iets zoals Extinct. Je had alleen maar die houterige boeren van een Oosterpossie. En dat klonk gewoon naar geen fuck. En toen kwam Extinct, was van, oh wow, vet. En Extinct is de man. Je merkte het ook bij die laatste plaat, ging het gewoon niet op. Iedereen zo, ja, dit is nu al de beste, de Nederlandstalige plaat. Nee, jongens, we hebben ondertussen Reemste opgezwollen, we hebben allemaal andere dingen. Dus dat ging niet meer op, weet je wel. Maar goed, en bijvoorbeeld opgezwollen is de shit, omdat het zeg maar, er is toch niet iets als opgezwollen. Het is een soort van Nederlandse variant van Mon Diep of zo, weet je wel. Nou goed, dus dan heb je zeg maar opgezwollen. Maar goed, en Ali B, want dat is er ook nog niet. En dan, ja, en zo kan iedereen weer komen, omdat het is er nog niet. Ik ben niet aan het competen met mensen als opgezwollen. Ik ben aan het competen met 50 Cent, weet je wel? Maar denk en dan niet... wordt het spel heel anders. Kijk, ik ben nu 24 en ik ben in principe wat betreft een studie volgen ben ik al aan de oude kant, weet je wel? Maar op zich zou ik nu nog de remmer op kunnen zetten en een andere weg inslaan voordat ik 30 ben en ik niet meer een andere weg in kan slaan, weet je wel? En het is dus je twijfelt van, zal ik van dit bootje afspringen, weet je wel? Wat weerhoud je ervan om van dat bootje te springen? Nou, omdat, weet je wel, als ik op een podium sta of als ik een nummer maak, dan ben ik zo intens gelukkig. En ik geloof heel erg dat wat je gelukkig maakt, is dat waar je hiervoor bent. Ja. Er zijn mensen die gewoon tekenen of vormgeven, daar worden ze gelukkig van. Er zijn mensen die weet je wel, ik durf te wedden dat er zelfs gewoon in de financiële wereld
mensen die zeg maar aandelen kopen en verkopen en op die manier winst behalen, die worden daar gelukkig van, weet je wel. Nou, oké, dan is dat wat je moet doen, weet je wel. It comes with the territory, weet je wel. Er zijn ook mensen die gewoon, die doen VWO en die gaan dan bedrijfskunde studeren en die gaan dan het zakelijke leven in. En die worden gewoon gestrest omdat ze daar geen vervulling uit krijgen en die worden depressief. Ik heb ook mensen die doen een creatief ding en die doen wat ze leuk vinden, maar verdienen er niet genoeg geld mee, krijgen geen erkenning, worden depressief. Er zijn ook mensen die worden voetballers en die, weet je wel, die zijn er helemaal mee bezig en een paar procent is te oud om nog te voetballen en dan kunnen ze niks meer doen en ze worden ook niet gevraagd om te coachen en worden ze depressief. Dus aan de andere kant, ik denk dat het niet uitmaakt wat je doet, sowieso, je wordt sowieso depressief. It's me, the MC, but I'm also the MC of the night, right? I'm grumpy and I'm jumpy and my eyes is dilated. The fifth day in a row without some sleep, it's getting jaded. I can't remember whenever I ever felt the weight. I'm getting old, illusion, no, it'd be my current mind state. Ik zie mezelf heel erg als een kunstenaar. Maar ja, dan moet je ook weer niet verwachten dat mensen je shit gaan checken. Maar dat verwacht ik wel. Ik verwacht wel dat ze mijn shit checken. Maar ik maak geen compromissen zodat veel mensen hun shit checken. Maar ik wil wel dat veel mensen mijn shit checken. En weet je wat, dus dat is heel verzinnend. Als je zeg maar een beeldhouwer bent die zeg maar van tak 100 rollen art maakt. En zegt dit is mijn art en dit is wat ik doe en ik maak geen compromissen. Kijk, dan ben je ook niet verbaasd of teleurgesteld dat mensen geen zin hebben om naar een 100 rol met een takje erin te kijken. Weet je wel? Maar als je zeg maar gewoon... muziek maakt. En je brengt het op een cd en je hebt een, ik heb op dit moment zijn er dus een stuk of 40 man aan het werk voor mij om zeg maar dit gewoon uit te krijgen. Die allemaal gewoon hun huur moeten betalen. Dan kan je ineens niet meer zo denken van ja, ik ben artiest. Zo. Dus het is gewoon uit de hand gelopen. En daarom, nu moeten we singles kiezen en videoclips. Terwijl wij nummers hebben die 7 minuten duren met hele string arrangementen en... Oké, goed, welke track gaan we dan pakken, weet je wel? Ja, ja. En zeg maar, Insomnia is de meest conventionele track die wij konden vinden. Dus die hebben we maar gedaan. Want dat is een makkelijke keuze op zich. Ja, dus van oké, deze is niet te out there of zo. I'm caught by this insomnia in the worst way. Mijn ouders kijken er gewoon zo naar. Dus het is van oké, hij is niet gelukkig. Hij is niet rijk en hij is niet bekend. Wat de fuck is hij aan het doen? En als je het heel droog stelt, hebben ze ook wel gelijk. Als je nu zeg maar... Wel, er komt zo meteen iemand langs, gaan vragen of ze Piet Philly kennen, ja? Grote kans is zeggen, ja, ik weet niet. En als je zegt Ali B, dan wist het wel. Ja, dus dan hebben we, op dat punt hebben mijn ouders al gewonnen. Omdat ik zit met money problems, ik zit met allemaal shit, weet je wel? Pardon, mevrouw, kan je het niet vragen? Ken je Piet Philly? Do you know Piet Philly? Have you ever heard of Piet Philly? Okay, thank you. Zie je? Niemand weet wie ik ben. zeg maar Little Brother en Foreign Exchange en Poetry en Kletsen met DVD's en allemaal heel kunstzinnig. En ik heb een super thugged out Sugar Cane. Maar hij is wel real ofzo, want zeg maar... Al die shit waar hij het over heeft, als hij het heeft over zijn Escalade en hij heeft het over zijn rimspin en hij heeft het over zijn platinum en hij heeft het over zijn host, het is allemaal gewoon, het is ook gewoon zo, het is wel bruut. Hij is de enige man in Europa met een Escalade, dat gaat toch te ver. Ja, dat is echt ridiculous, maar goed. Ai, maar waar dan?